Ja, maar hij wil ze niet. Nee, ze wil haar dag. Beste genodigden, wethouder André Borst, ouders van jonggeboren kindertjes en andere aanwezigen. Ik heet jullie hartelijk welkom in de bibliotheek van Hattem. Nu heeft de bibliotheek van Hattem dus ook een speciale boekstarthoek. Het is deze hoek. En dat is, daar staat dus een speciale collectie in voor de allerjongste onder ons. Dus voor baby's en dreumissen. Want tegenwoordig weten we dat boeken voor deze doelgroep een heel goed hulpmiddel zijn in de taalstimulering en in de ontwikkeling van de woordenschat voor kinderen. De gemeente stuurt ouders van kindertjes van ongeveer 3 à 4 maanden, het gebeurt 4 keer per jaar, een brief. En in die brief zit onder andere een waardebon. En met die waardebon kunnen ouders naar de bibliotheek komen voor het ophalen van een cadeautje. Een boekstartkoffertje, maar ook een gratis bibliotheekabonnement. Ja, maar ik vind dat het is mijn winter. Het is heel belangrijk dat kinderen zich zo vroeg mogelijk gaan ontwikkelen. Dus dat er zo min mogelijk achterstand wordt opgelopen. Tot voor kort was het met 1,5 jaar dat ze hier terecht konden, de kinderen eigenlijk. En dit is een heel mooi initiatief om nog eerder te beginnen aan de ontwikkeling van het kind. Wat ik ook mooi vind is dat het in samenwerking gebeurt. Het consultatiebureau speelt een rol, ook de kinderdagopvang, de logopedie, de gemeente. Dus met z'n allen zijn we bezig om te kijken waar gestimuleerd kan worden, waar achterstanden ingelopen kan worden, zodat een kind alle kans krijgt om zich goed te ontwikkelen. Nou, en dan zal ik de eerste gaan uitreiken. Nou, gefeliciteerd. Ja, en, dankjewel. En een mooi koffertje. Ja, bedankt. En jij ook, hè? Ja, dankjewel. 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 Ja, op de boerderij. Ja, dat hebben we wel. Dit is een succes. Ja, we zitten een hele leuke spiegel. Is dat er nog één? Dat ben jij. Ja, hè? Hartstikke leuk. Nou, voor de volgende. Het koffertje sowieso wel, denk ik. Zit op een hele detail. Ik moet op. Hoe betrekt u de mensen erbij die nu niet zijn komen opdagen? Wij denken wel dat er ook mensen zijn die schroom hebben. Misschien omdat ze zelf niet zo heel goed kunnen lezen. En wij hopen wel dat zij komen. En als ze niet komen, dan denken wij dat op het consultatiebureau, waar kinderen toch ook regelmatig komen, dat men daar vraagt, doen jullie mee met boekstart? En als ze niet meedoen met boekstart, dat ze dan vragen van waarom doen jullie niet mee? En is het toch niet verstandig om wel mee te doen? Zodat we ze wel stimuleren om mee te doen. Dus eigenlijk, door de brief en door het consultatiebureau, moet je eigenlijk iedereen bereiken. Hoe is de taalachterstand in Hattem? Ten aanzien van de kinderen is daar niet specifiek wordt het gesignaleerd. Het consultatiebureau, de kinderdagopvang, de speelzaal en het basisonderwijs samen kinderen van 0 tot 6 regelmatig beoordelen. Dus op het gebied van taal is het niet specifiek bekend, maar in de breedte wordt er wel zo vroeg mogelijk gesignaleerd en waar mogelijk ondersteuning geboden. Bij de ouderen daarentegen zijn wel landelijke cijfers bekend. En daar zit Hattem zo rond de 12-13% met laaggeletterdheid. Dat zijn dus mensen die niet kunnen lezen, maar die moeite hebben met lezen. En wij hopen ook hen te bereiken dat ze mee gaan doen aan cursussen, taalonderwijs. Of straks, als we projecten hebben met taalcoaches, dat mensen zich wel aanmelden omdat ze toch zo goed mogelijk mee kunnen doen aan de maatschappij. En dat ze kunnen.